Het Verkeer Instituut is in het leven geroepen in 2021. En we hebben als taak centrale aansturing in zaken alles dat te maken heeft met het verkeer. Toch? En wanneer we praten over centrale aansturing, dan hebben we het erover dat we niet zaken zullen overnemen van de actoren die er al zijn. Maar dat we eigenlijk zullen helpen voor een centrale aansturing. Want daar gaat het mis in Suriname. Er zijn verschillende ministeries, verschillende actoren die zich bezighouden met het verkeer. En soms werken we langs elkaar heen. Toch? Dus het is de bedoeling dat via VVI, die straks VVA wordt. Onze conceptwet is gisteren nog behandeld in DNA. En dat zullen we dan samen met de andere actoren kijken om een beleid uit te stippelen. Dus de VVI en straks de VVA wordt de bindende factor als het gaat om integrale aanpak. Helemaal. Ja. En die A staat voor autoriteit, neem ik aan. Ja. U zegt alles wat met het verkeer te maken heeft. Wat moeten we ons bij voorstellen? Dus dat denken we aan verkeerseducatie, mm-hmm. waarmee we nu bezig zijn. Ik denk dat de heer Geesjes daarop beter in zal gaan straks. We praten over, we willen het implementeren bij de buschauffeurs, defensive driving. Mm-hmm. En samen met OE, kijk, OE heeft als wettelijke taak infrastructuur. Toch? Dus wij zullen dan onderzoekingen doen en in samenspraak met OE zullen we dan kijken hoe we bepaalde zaken qua infrastructuur kunnen oppakken. En centrale aansturing verkeerseducatie, we zijn al in conclave met het ministerie van Onderwijs om het als permanente factor te implementeren. Ik denk in het nieuwe schooljaar dat we al op GLO kunnen starten, maar de heer Giesjes zal daar beter... Ja, maar toch blijf ik bij u. U bent onderdirecteur data-educatie. Ja. Data kan ik me wat voorstellen, gegevens verzamelen. Ja. Naar wie gaat de educatie uit? De educatie, zoals ik eerder aangaf, op de GLO-scholen. VOJ-scholen willen we implementeren en op de VOS-scholen. Misschien kan ik gelijk meegeven dat van de GLO-scholen willen we al in oktober implementeren. Dat van VOJ, we weten niet als het zal lukken, maar het komt sowieso en ook op VOS. Maar VOJ willen we koppelen aan die bronfiekcertificering. Wanneer zo'n kind slaagt met een 8, een 9 of een 10, komt dat kind gelijk in aanmerking voor een bronfiekcertificering. Want wat zien we in het land? In de 5e klas... En daar zijn de leerlingen ongeveer 10 tot 11 jaar, kregen ze dan verkeerseducatie. Daarna kregen ze niks meer tot 16 jaar. En de meeste van ze zijn al in het verkeer. En daar hebben we een gap. En wij zeggen, als we het implementeren als permanente vak, dan krijgen ze het mee. 16 jaar hebben ze hun bronfietscertificaat, dan mogen ze een bronfiets besturen. Op VOS-niveau willen we dat van verkeerseducatie koppelen aan theorie-examen van een rijschool. Wanneer zo'n kind slaagt met een heel mooi cijfer, heeft dat kind al theorie gehaald. Dan moet dat kind nog naar een rijschool voor praktijk. Maar ik moet dit gelijk meegeven, we komen aan niemands bureau. Want straks komen die rijscholen en zeggen, ik kwam niet breder enzovoort enzovoort. Dus we zullen die verschillende rijscholen ook koppelen aan die VOS-scholen. Ja. Dat kind heeft theorie. En dat kind mag dan praktijk bij jou volgen. Maar met die rijscholen moeten we ook nog in conclave treden. Ja, meneer Helmut Geesjes van... KSV, Corps of Suriname Verkeersvrijwilligers. Corps Suriname Verkeersvrijwilligers. Ruim 3100 verkeersongevallen. Ja, geregistreerd bij AZP. Nog, want er zijn ook cijfers van andere ziekenhuizen, dacht ik... die worden bijgehouden door ABS, dus het is wat hoger. Ja. Het is veel. Ten opzichte van voorgaande jaren is het, zie je dus wel een afnemende trend, hoor. Want er waren jaren waar het gewoon gemiddeld 4000 was, punt. Maar het is afnemend voor wat betreft de verkeersslachtoffers. Voor wat betreft het aantal verkeersdoden. Ja, we zitten nu op 17. Ja. Natuurlijk is het in absolute zin heel veel. Relatief gezien is het wat ons betreft niet verontrustend. Dan praat ik vanuit KSV. Relatief gezien hoor. Maar absolute zin 17 en 17. Maar als je bedenkt dat er jaren zijn geweest, niet zo lang geleden, waar je alleen in de maand december 15 verkeersdoden had. Ja. Toch? Dan zie je de relativiteit van dus dat aantal. Maar we willen niemand...
dood in het verkeer. Dus daarom de noodzaak om verkeerseducatie stringenter aan te pakken, structureler ook. Dat is het idee van permanente verkeerseducatie. Eigenlijk zelfs beginnend vanuit de peuterschool, toch? Vanuit de nieuwe lichting. Rijinstructeurs die is opgeleid, die hebben wat lessen ontwikkeld voor peuteronderwijs. En daarmee is gepilot op de, wat het, papegaaitjes? Papegaaitjes. Wij hebben opgepakt vanaf kleuteronderwijs. En dat willen we dan gaan introduceren het komend jaar. Dat betekent dat we willen dat de kinderen alles wat nodig is om te weten, om te kunnen en waarvan ze zich bewust moeten zijn, dat moet aangeleerd worden. Ja. En dat in drie rollen, dat kind als voetganger, dat kind als fietser en dat kind als passagier. Voor die groep is dat voldoende. Dat wat reeds wordt overgebracht aan verkeerseducatie binnen het kleuteronderwijs wordt dan geïntroduceerd binnen de nieuwe lessen. Waarom? Omdat die nieuwe lessen een bepaalde opbouw hebben die de aansluiting van lessen die worden ontwikkeld op glo-onderwijs vergemakkelijkt. Want het is een doorlopende lijn vanaf kleuteronderwijs tot naar VOS. Ja. Meneer Landveld van het Verkeersveiligheidsinstituut, u stelt, of althans uw organisatie zegt dat roekeloos rijgedrag, specifiek inhaalgedrag en gebrek aan verkeerskennis, dat zijn veelal de oorzaken van die vele verkeersongevallen. Ja. Ik moet gelijk ook meegeven, er zijn ook andere oorzaken. Ja, nee, veelal. Veelal, ja, absoluut, toch? Absoluut, ja. Maar meer roekeloos rijgedrag en vooral verkeerskennis dat ontbreekt. Vandaar dat we ook willen komen met meer voorlichting. We zitten ook na te denken, hoe kunnen we voorlichting anders brengen? Ja. En nu zijn we bezig met een mediaplan. Toch? En ik denk dat alle mediahuizen ook, dat we dan zo'n plan ook zullen sturen naar de verschillende mediahuizen, zodat ze ook input eruit kunnen stoppen. Dus we willen iedereen bij betrekken. Maar als u zegt, mensen nemen deel aan het verkeer, maar weten niet eens wat een stopbord is. Praat je dan over voetgangers? Praat je over automobilisten? Of automobilisten, voetgangers, gelooft u me. Mensen gaan naar rijles alleen om je rijbewijs in handen te hebben. Daarna weten ze niks meer van het verkeer. Ja. Het is hard om te zeggen, maar het is de harde realiteit. En we moeten wat gaan doen. Ja. Dus en u stelt voor een regelmatige opfriscursus. Ja. Maar moet sowieso misschien niet helemaal de manier van rijopleiding op de schop? Ja, dus sowieso gisteravond laat nog had ik een meeting met, ik weet niet als ik de naam noem, maar ik had een meeting gisteren en we hebben ook een beetje gekeken naar dat van curriculum van de rijscholen. Ik denk dat die laatste rijinstructeurs, zij hebben voorrecht gehad om dan met een nieuw, ze zijn opgeleid met een nieuw curriculum. En ik ben blij dat in hun beschikking is aangegeven dat ze voor 5 jaar bevoegdheid hebben om rijinstructeur te zijn. En na die 5 jaren zijn ze verplicht te gaan naar een refreshment cursus. Yeah. En ze moeten voldoen aan een aantal zaken. Maar oud systeem geeft aan, zolang je rijinstructeur opleiding had doorlopen, ben je voor lieve rijinstructeur. Dus nu hebben we dat al aangepast om te zeggen voor 5 jaren, je komt naar een refreshment cursus en je moet voldoen aan een aantal zaken. Maar ja, u zegt mensen gaan naar de rijschool om een rijbewijs te halen. Inderdaad, dat zie je. Van opeens lijkt niemand meer te weten dat als je bijvoorbeeld een bocht maakt en voetgangers willen rechtdoor oversteken, dat je maakt zo'n situatie mee dat, dat voetgangers midden op het zebrapad blijven staan en automobilisten gaan maar die bocht maken. Maar ik vraag me soms wel vaak af, als ik allemaal zo zie, van wat leren die mensen eigenlijk tijdens hun rijlessen? Het lijkt alsof vooral we regeltjes leren en niet zozeer van dat we met mensen te hebben te maken onder elkaar in het verkeer. Dus vandaar dat we binnen de nieuwe verkeerseducatie, dat we willen gaan zitten op houding en bewustzijn. Toch? Want het gaat erom dat, behalve dus de kennis die je hebt van het bord, toch? Van de regels. Als je weet van, de regel is dat we links moeten houden, of dat je als voetganger rechts langs de weg moet lopen, want je moet het verkeer zien aankomen. Dat begin je te leren als kleuter. Maar later leer je ook dat
Ik doe dat om ervoor te zorgen dat ik niet word aangereden. Ja. Toch? Het heeft met mijn eigen leven, de veiligheid van mijn eigen leven te maken. Het is niet een regel los van de rest. En zo help ik ook voorkomen dat een ander mij aanrijdt. Ja, want ik kies de zijde van de weg waar ik beter kan inspelen op risico's. Dus dat is het hele idee. Het andere is ook dat we, als we kijken naar de cijfers, neem even verkeersslachtoffers, dan zie je dus dat in de afgelopen 10 jaar of langer, dan zie je dus dat de meeste slachtoffers vallen tussen 15 en 34 jaar. Betekent dat als een kind 5 jaar is, dat kind voor de komende 20 jaar nog tot de risicovolle groep behoort. We bijdragen ja. Dat kind niet meer tot dus die risicogroep gaat behoren. Dat het allemaal afneemt. Ja, dat is het hele. Als je jonger bent, ben je al wat wilder. Mm-hmm. Maar, meneer Landveld, als ik toch kijk, het is bizar. Toen ik gisteren dit onderwerp voorbereidde, had ik lettergetikt van de 14 doden zijn 10 bromfietsers. Ja. En vanmorgen werd ik wakker en toen moest ik het al bijstellen naar 17 doden. Ja, het is jouw 17. Het is toch te gek voor woorden, hè? Ja, dus. Dus dat van een bronfietscertificaat is ook een hot item. Ik schrok ook toen ik echt bezig was data te analyseren enzovoort. Dat we van die 14 toener al 10 hadden. Maar het is namelijk, kijk, en dat is het juist toch. Ik denk dat we nu in Suriname moeten voordenken en niet meer moeten nadenken. Want dan denk ik gelijk aan dat van die e-bikes toch. Er is geen wetgeving. Eigenlijk mochten we die dingen niet importeren. Maar ja, het is er al. Wat we nu moeten doen, we moeten snel gaan werken aan onze wetgeving. Ja. Toch? Ik mag niet klagen, minister Amoxi heeft al duidelijk aangegeven. Er is al een conceptwet. Het is er al. Het is al naar de verschillende actoren. Het moet zo snel mogelijk. Ze moeten zo snel mogelijk weer input geven. En dan wordt het dan, dat komt dat de handhaving zal plaatsvinden. Maar dat van die bronfixers. We willen ook overstappen naar bronfixcertificaat. Het is al aangegeven in onze rijwet en rijbesluit. Alleen moeten we nog kijken hoe we bepaalde juridische zaken moeten kofferen. En dan kan KPS dan overstappen naar die handhaving ervan. Want de bronfixers van ons in het verkeer, het is verschrikkelijk. Ja, we moeten voorzichtig zijn dat we niet iedereen over één kam scheren. Hè, zoals dat Cubaans echtpaar dat toch op tragische manier gewoon doodgereden is hier aan de... Ja. Van de Hoge Rijksstraat. Ja. Maar als ik het over allemaal lees, die bronfietsers die rijden zichzelf gewoon te pletteren. Ja. Is daar een verklaring voor, meneer Geesjes? Verkeerd. Nou, dus ja, je kunt zeggen, hoeveel onderwijs of educatie heeft die groep genoten? Ja. En natuurlijk, wat je hebt geleerd, moet je natuurlijk ook toepassen. Toch? En hebben ze rekening gehouden met de aanwijzingen, de borden ter plekke? Als je een kruispunt nadert, dat is 1. 2. We leren. Kijk, onderdeel van de lessen is ook dat de kinderen leren voorgaan en voorrangsregels. Ja? Wat is het om voorrang te verlenen en waarom doen we dat? Nou, maar je moet ook weten dat ook al zo aan jou voorrang verleend moeten worden, wanneer een kruising, wanneer over een kruising gaat, toch die doorkruisende weg passeert, dat in slak. Ja. Want wat trasma kan missen, toch? Iemand kan missen, vergist zich, rijdt door. Ja. Maar als jouw snelheid ook van die aard is, jij die op de voorrangsweg bent, dan loopt het fataal af. Ik sta zonder bewoners te kijken hoe die bromfietsers, ze hebben voorrang, ze toeteren, en ze gaan op het gevaar. Ze gaan op het gevaar af. Ja, zou niet een goede slogan zijn, als je kan toeteren, kan je ook remmen? Dat is een fantastische slogan. Ja, de mensen nemen de moeite om die handeling te nemen om te toeteren. Ja. Zonder dat ze... Maar dan kan je, precies. Ja. Het zou een fantastische slogan zijn. Maar ik denk dat het gaat om verkeerkennis dat ze niet hebben. En een ander ding dat ook speelt is dat van onze valhelmen, toch? Kijk, in Suriname gebruiken we potjes. Toch? Maar de wet geeft ook aan dat eigenlijk we moeten overstappen naar integraal helm. Dus we hebben ook ernaar gekeken, ook gesproken met de minister van Juspol. En hij zegt, oké, we gaan het ook zo snel mogelijk implementeren. Dus
Daaraan moeten we, want data geeft ook aan de meeste verkeersdoden als het gaat om bronfietsen. Het komt door een slag aan je hoofd. Ja. En als je integraal helm op hebt, toch, dan kan het je beter beschermen dan een potje. Maar wat je op toenemende mate ziet, is ouders met een kindje op de bronfiets zonder helm. Ja. Ik praat het niet goed, maar je ziet toch dat mensen ook economisch onder druk staan. Ja, ja, dus... kijk, dus daarom zeggen we, educatie staat niet op zich. Hè. Je hebt ook engineering nodig en dat andere is enforcement. Kijk, wanneer we de kinderen zouden leren dat ze dus niet daar thuis horen op een bromfiets, dan is dat één. Maar twee, wanneer er flankerend geen zorg is voor goede toegang tot openbaar busvervoer, dan helpen we ook niet om datgene wat de mensen leren, de kinderen leren, om dat ook in die praktijk om te zetten. Het is net als wanneer we weten dus dat veel kinderen lopen naar school en ze moeten niet op de weg lopen, maar zeg maar, als we zeggen ze moeten gebruik maken van loopruimtes langs de weg, dan moet het ook zo zijn dat loopruimtes worden gecreëerd langs de weg. En dan zeg ik niet dat alleen de overheid dat moet doen. Want kijk, we kennen buurten waar mensen hun berm, hun trottoir zo mooi inrichten. Dat is allemaal mooi. Maar ja, maar wat gaat dat morgen als voetganger? Dus die mensen moeten er ook voor zorgen dat ik mag mijn trottoir, mijn berm mooi inrichten, maar laat me een strook creëren voor voetgangers om daar veilig gebruik van. Er zijn van veel werk in de winkel. Wat gaat gebeuren op korte termijn, meneer Landveld? Op korte termijn, we willen zo snel mogelijk overstappen naar verkeerseducatie. Op korte termijn implementeren van bronfietscertificaat. En ik moet dit ook gelijk meegeven. We weten dat KPS het vreselijk druk heeft. Dus vandaar dat we ook willen komen met een unit verkeershandhavers. Waar mensen opgeleid zullen helpen, ondersteunen naar de politie om te handhaven in het verkeer.